Een hele goede dag allemaal, ik ben Caitlin en vandaag ben ik op de school De Vuurvlinder in Appingedam. De Economic Board die stimuleert natuurlijk heel erg de economie in dit gebied, in het aardbevingsgebied, in de provincie Groningen. Op deze school beginnen zij twee projecten, dat begint vandaag. Groep 5-6 is dat het vakantieeiland en groep 7 is dat de pop-up store. Het is de bedoeling dat de kinderen met het project leren wat ondernemen is, hoe je onderneemt, hoe je creatief kan zijn, wat je kan verkopen, hoe het werkt. Lydia vanuit de Economic Board die komt daarover vertellen over het project en daarnaast komt er een onderneemster langs, een jonge ondernemer Marleen. Dus ik ben echt super benieuwd en we gaan eens even kijken. Volgens mij mag ik naar binnen. Hallo. Goedemorgen. Hoi. Ilona. Caitlin. Kom erin. Hallo! En op de eilandendag dan laten we aan alle ouders en broertjes en zusjes en opa's en oma's en wie jullie maar willen dat er komt, laten we zien wat wij, hoe ons eiland eruit ziet. En dan gaan we spulletjes verkopen, zodat wij geld verdienen aan ons eiland. Kan je iets vertellen over dit initiatief, waarom dit gebeurt, hoe? Wat? Ja, en het is vooral er ontstaan omdat Economic Board wil de ondernemers mindset maken bij de kinderen. Ja. Met dit project worden kinderen heel erg creatief van. Ja. Dus, en worden heel erg de ondernemerschap spirit aangesproken. En het leuke is op sommige scholen zijn gewoon echt al hele bedrijfjes ontstaan. Dat ze zoiets hadden van, oh, en dan gaan we mee door. En, wat leuk. Ja. Dus het is wel echt iets eigenlijk wat helpt. Ja, 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 ja. En het ondernemerschap wordt steeds belangrijker. Ja. En door de kinderen al heel jong ermee op te laten groeien, laat je ze daar al een beetje aan proeven. Nou, we hebben net groep 5-6 gehad met het vakantieeiland. Was heel erg leuk. Kinderen waren enthousiast en direct heel creatief, vond ik. Zometeen naar groep 7, daar komt de pop-up store. De voorbeeld mag je even voor jezelf invullen. Ik heet, mijn hobby's zijn, ik kan goed, mijn lievelingsvakken en ik wil later het liefst. Kijk, dus hier zijn al ingrediënten voor slijm maken worden al opgezocht. Wie van jullie lijkt het nou leuk om later zijn eigen zetels te verdienen, zijn eigen geld te verdienen met zijn eigen projecten of zijn eigen producten? Ja? Dat zou ik allemaal wel willen. Gewoon je eigen baas zijn. En waarom dat? Ik ga later op mijn pizza. Ja, en dan mag die overnemen. Oh, dus die zijn ook ondernemer. Dus het zit in de familie. Nou, hartstikke leuk. Nou, ze hebben pauze geweest. En nu is de ondernemer er, Marleen. Die gaat nog wat vertellen over het ondernemerschap. Aan groep 5, 6 en 7 samen, toch? Ja, ja, alle groepen bij elkaar. Alle groepen bij elkaar. Mijn naam is Marleen Lenting. En ons bedrijf heet Siri Marie. Dat is een beetje een gekke naam. En wij maken. Ja, nou wordt het een beetje spannend. Dingen voor schepen. Wij meten op schepen. Zo, nou, Marleen is het, hè? Ja. Jij bent hier ondernemer in Appingedam. Ja. Hoe belangrijk is het dat hier ondernemers komen? Nou ja, wij zitten hier. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we dat gaan stimuleren. Dat we meer ondernemers naar dit gebied toetrekken. En dat we kinderen vanaf een jonge leeftijd stimuleren om ondernemend te denken. Er is hier genoeg te doen. Ja. Het is een mooi gebied. Je kunt hier een carrière opbouwen. Al dan niet als ondernemer. Of binnen een van de prachtige bedrijven die er zijn. Denk je dat zo'n project, dat voor de toekomst, als je die kinderen vanaf jongs af aan stimuleert, dat zal helpen? Ja, zeker. Als je op jongs af aan leert om met een ondernemende geest naar dingen te denken. Hoe kan ik van niets iets maken en hoe kan ik dat wegzetten? Dat altijd goed ja. is. Dat het altijd stimuleert. Ja. Het was een ontzettend leuke dag. Nou, ze gaan nu verder de komende dagen. Ze gaan nog 3 dagen eraan werken. Ze moeten thuis gaan lobbyen, reclame maken, et cetera. En uiteindelijk is er dan woensdag marktdag, waar ook allemaal mensen op bezoek komen. En dan wordt het geld op omgezet in echt geld, zeg maar. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er uitkomt. En to be continued.